Henk, vier potjes nog te gaan. Hoe dat te benaderen? Je zou kunnen zeggen, vier keer winnen, dan zijn we er ook. Ja, maar zo kijk ik niet meer, want dan leg ik steeds weer die druk. Hebben we het hele seizoen gehad. Ik kijk gewoon naar vier keer goed voetballen. En wij zitten gewoon in een kampioensrace of promotierace met tegenstanders. Nou, dan moeten we het echt heel goed doen. Maar vooral, wat morgen ook het geval is, we hebben 1000 supporters op de tribune. Van onszelf. Hè. Er zitten wel meer dan 20 van hun. Maar 1000 van ons. En daar zijn we. En hier de volle stadions. De overgang naar het nieuwe stadion. Wij moeten onze huid fantastisch verkopen. En daar zijn we mee bezig. Ja, wel een paar aparte tegenstanders die je nog treft. Na Groningen ook Roda. Je speelt een belangrijke rol in de titelrace. Ja, en Dordrecht niet vergeten. Want Dordrecht doet het fantastisch. Hè, onze oude trainer Pascal zit daar. En samen met zijn collega trainer natuurlijk. Maar het zijn fantastische potjes. En voor ons alleen maar goed. Worden alleen maar beter van. We hebben veel jonge jongens. Nou, die hebben daar de komende jaren profijt van. Want vier keer winnen betekent 12 punten. Betekent dat je erbij zit. Betekent ook meteen dat je jezelf in een flow hebt gespeeld. Klopt, dat wel. Ja, nee, dat zeg je goed. Ja, als wij inderdaad vier keer winnen, dan is het wel een heel mooi uitgangspunt ook gelijk naar de play-offs toe. Alleen dat moeten we eigenlijk hier niet eens zo meer over hebben. We moeten eerst beginnen met Groningen. De trainer probeert de druk er ook een beetje af te halen. Nou, druk eraf halen, ja, weet je. Eigenlijk hebben we het hele seizoen al gezegd dat we voor de play-offs willen spelen. En alleen wat ik zeg, als jij bijvoorbeeld voor jongens Ajax zeiden dat ook. Ja, dan verlies je. Ja. Dus het heeft geen zin om dan nogal zo ver vooruit te denken als je niet die wedstrijden wint. Ja, alleen wat ik zeg, ja, wij zullen altijd blijven zeggen dat we voor de play-offs willen voetballen. Morgen Groningen uit, niet te veel druk, maar wel uiteraard de wil om te winnen. Hoe? Nee, wij willen gewoon onze dingen doen waar we goed in zijn. Dat is dat we toch ook wel vooruit willen. En niet alleen maar wat terughangen, want dan is er niks aan en dan gaan de mensen naar huis van ons. Dus we gaan proberen ons eigen ding te doen. En hoe dat uitpakt, dat zien we wel. Ik vond van de week tegen een jong Ajax voor het eerst eigenlijk dat ik dacht, nou, daar hadden we de kans om te winnen. We hebben jong PSV, de jong teams, dan speelden we en dan verlies je. Maar nu hadden we eigenlijk de kans tegen misschien wat allerbeste jong Ajax wat ze kunnen opstellen om te winnen. En daar ligt het wel in één keer open, dus daar moeten we nou weer naar kijken. Maar dit zou voor de toekomst wel iets zijn, ook als je wat makkelijker voetbalt om wedstrijden zoals dit te winnen. En ook toen met het kampioensteam, dus speelden we daar 1-1 met een gratie god. Hè? Ja. Dus er zitten best goede dingen in. Alleen ja, het is net dat we vaak eraan gaan. Ik denk dat wij alsnog de druk vooruit moeten zoeken, ondanks dat het inderdaad uit bij Groningen is. Ik denk dat wij inderdaad niet met onze kont achterin moeten hangen. Ik denk dat je dan nog meer kans gaat weggeven. Groningen is wel een goede ploeg, dus je gaat kansen tegen je krijgen. Alleen ik denk inderdaad dat je dat vermindert als je dan ook volle druk gaat zetten. Ik denk dat dat de grootste kans geeft om daar resultaten te halen. Ja, wij hebben daar meerdere keren gewonnen de laatste jaren volgens mij. Hè? En ik hoop dat jij gelijk hebt. Het zou zomaar kunnen, maar het wordt niet makkelijk. Dick Lukin heeft het ook goed voor elkaar. Een jonge gast ook, met een apart systeem om tegen te spelen. Maar ik vind het heel interessant. Hè? Hoe krijgen we dat voor elkaar? Gaan we zelf ook? Want dat is het belangrijkste. En dat zag ik tegen Ajax de eerste helft ook een aantal keren. Tegen die harde wind in. Dat we een aantal keren heel goed voetbalden in dit nieuwe systeem. Kijk, en dat is vaak het moeilijkste. Je kan best wel eens veranderen van systeem. En dan verdedigend staat het wel. Maar als je de bal hebt, moet je ook goed voetballen. Nou, en daar gaat vaak tijd overheen. En dat zag ik bij Vlagen terugkomen. Nog steeds voor de play-offs. Alleen dat wordt nu elke keer moeilijker als je inderdaad niet de punten blijft pakken. Vier mooie, hele mooie wedstrijden, dat wel. Wat ik zeg qua clubs die dan bovenin nog meedraaien. Punten pakken. Groningen uit is voor jou ook het weerzien met een oud werkgever. Want een hoop mensen zullen het misschien vergeten zijn, maar daar heb je nog gewerkt. Ja, een prachtige tijd gehad. Twee keer Europees voetbal gehad. Kampioen geworden met Jong Groningen toen. Ja, een prachtige tijd gehad. Accountmanager geweest daar, hè? Een half jaar, prachtig. Hans Nijland, unieke tijd gehad. Ja, ik gun Groningen alles, alleen morgen moeten wij winnen. Het gaat morgen om onze club. Daar maken we sportieve strijd van. Maar dat weet Dick Lukien ook wel. Ik gun Groningen veel, maar niet als we tegen elkaar moeten. Want dan is het gewoon om de punten. Ja.